Dag iedereen, welkom bij deze Mindful Yoga sessie. We beginnen in kleermakershouding als dat comfortabel is. En rust je handen op je knieën, rust je schouders laag en sluit je ogen. Breng je focus naar je ademhaling. Adem in een beetje dieper. Hoe voel je je vandaag? Heb je spanning of pijn in je lichaam? Ben je moe? Voel een verbinding of een connectie met jezelf, met je lichaam, met je geest. En nu adem in en tel tot 3. En adem uit, tel tot 5. Dus het is een langer adem uit. Adem in tot 3. En uit tot 5. Ga door. Bij je inademen zet je borst uit en je buik uit. En bij je uitademen trek je buikspieren binnen. Een lange adem uit. Adem in, tot 3. En nu houd je adem in. En adem uit, tot 5. Adem in, tot 3. Houd je adem in. En uit, tot 5. Ga door. Houd je adem in voor een paar seconden. En adem uit. Als je kan of als je wil, je mag dieper inademen tot 4. En uit tot 6. Of ga door met in tot 3 en uit tot 5. Je mag kiezen. Focus op je ademhaling. Focus op je tempo, op je tellen. De cijfers. En heb aandacht voor waar je ademhaling gaat in je lichaam. Door je neus. Diep in je longen. En dan open je ogen. Zit rechtop. En strek je armen uit. Adem in, open je armen wijd, kijk op. Adem uit, handen tegen elkaar, bollenrug, kin naar je borst. Nog 2 keer, adem in, open je armen wijd, kijk op. En uit, handen tegen elkaar, kin naar je borst. Adem in, open wijd. En uit, dicht, kin naar je borst. Adem in, open je armen wijd. En nu adem uit, rechterarm naar links. En je linkerarm onder,
En trek je rechterarm dichter naar je borst. Ontspan je schouder, je rechter schouder. Diep ademhalingen. En adem in, open je armen wijd nog een keer. Adem uit, linkerarm naar rechts, rechterarm onder. Trek je linkerarm dichter naar je borst. Ontspan je linker schouder. Niet met je schouder dicht bij je oor. Diep ademhalingen. Adem in, open je armen wijd. Adem uit, laat je armen los. Rol je schouders. Dan zet je rechterhand op je mat bij je rechterhuik of verte. En dan adem in, linkerarm op. En uit, trek het naar rechts. Buig je rechter elleboog en zet je linkerhand achter je hoofd. Open je borst. Als je wil, je mag je onderarm op je mat leggen. Maar je poep en je huid moet op de grond blijven. Niet hier, maar hier. Diep ademhalingen. Borst open, schouder open. Adem in, kom rechtop zitten. En uit. En nu strek je linkerhand op de linkerkant op je mat, bij je linkerhuip of verder weg. Adem in, strek je rechterarm op. En uit, strek het naar links. En dan zet je hand achter je hoofd. En als je wil dieper gaan, glijd je arm verder en rust op je onderarm. Maar je rechterhuip en je poep moet op de grond blijven, niet in de lucht. Open je schouder, open je borst. En adem in, kom terug. En uit. En strek je benen vooruit. Schud je benen als het nodig is. En dan adem in, armen omhoog, boven je hoofd. Adem uit, draai naar links en zet je handen op je mat, dicht bij je huid. Adem in, kom terug, strek je armen boven je hoofd. En uit, draai naar rechts, zet je handen op je mat bij je rechterhuid. Ga door, adem in, strek omhoog. En uit, draai naar links. In, kom op. En uit, draai naar rechts. In, kom op. En uit, laat je armen los. Handen achter je poep, achter je heupen. En knieën plooien, plooi je knieën. En voeten wijd als je mat. En nu breng je knieën naar links. Je heup zal opkomen, dat is heel normaal. En nu draai naar rechts tot je linkerknie is op de grond. En ga door met je links en rechts. Zacht beweging. En kom terug naar het midden. Strek je benen. En plooi je rechterbeen. Zet je voet dicht bij je dij. Of tegen je linkerdij. Linkerbeen is actiever. Tenen naar je toe. Adem in. Strek je armen omhoog boven je hoofd. Adem uit. Buig voorover. Probeer je voet, je enkel of je been te pakken. Het is niet belangrijk hoe ver
naar hoe ver het is. Voel het strak in je been. Ontspan je hoofd in je nek. Diep ademhalingen. En langzaam terug op. En nu pak je rechtervoet en zet het op je dij. Je enkel is op je dij, dicht bij je knie, maar niet op je knie. En dan handen achter je heupen. Misschien dat is genoeg. Blijf eer als dat genoeg is. Anders breng je linker knie dichter bij je borst. Tot je voelt het strek in je rechte been, je rechte heup, de poep, spieren, de glutes. En dan langzaam terug met je benen, alle twee benen op je mat. Strek. Schommel je knieën. En plaats je voeten zo wijd als je mat. Nog een keer. Links en rechts. Zacht beweging. En strek je benen. Plooi je linkerbeen. Zet je voet bij je rechter dij. Actieve rechterbeen tenen naar je toe. Adem in, armen boven je hoofd. En adem uit, langzaam. Buig voorover. Pak je voet, je enkel of je been. Rust hier. Ontspan je hoofd en je nek. Focus op je ademhaling. Langzaam terug op, zit op. En nu pak je linkervoet en zet je enkel op je rechter dij, niet op je knie, pas op voor je knie. Handen achter je poep, blijf eer als dat genoeg is, of breng je rechter knie dichter naar je borst. En nu voel je het in je linkerkant, de linker poepspieren. De spieren, de glutes. Als het te sterk is, je mag altijd terugkomen met je rechterbeen lang. En strek allebei benen, alle twee. Schommel je knieën. En ga op handen en knieën. Knieën heupbreedte. Handen onder je schouders. Adem in, buig je onderrug. Kijk op. Adem uit, bolle rug, kin naar je borst. Ga door. En nu breng je rechte knie in het midden. Dus een beetje tussen je handen, maar onder je heupen, maar een beetje meer in het midden. Dat is meer stabiel. Til je linkerknie en cirkels maken met je knie. Het kan heel klein cirkels zijn of groter. Speel een beetje. Zie wat voelt beter. Voor jou. Kleine cirkels of grote cirkels. En
staan, zet je knie terug op je mat en een beetje meer in het midden. Til je rechterbeen en cirkels maken met je rechterknie. Klein of groot, je mag kiezen. En zet je knie terug op je mat. Knie en heup berichten. En zet je pop op je hielen. Strek je armen voor en kom naar kinderhouding. En je mag kiezen met je knieën tegen elkaar of open je knieën wijder. En rust je voorhoofd op je mat. En duw je vingertopjes in je mat. En til je ellebogen van de vloer. Kijk op. Adem in. En uit. Kom terug naar je kinderhouding. Nog een keer. Adem in. Ha op je vingertopjes. Til je ellebogen. Kijk op. En uit. Kom terug. Adem in, til je ellebogen, kijk op. En adem uit. Ha op handen en knieën. En duw je tenen in je mat. Handen een beetje verder vooruit. Spreid je vingers wijd en kom naar downward dog met je poep in de lucht. En hielen naar je mat. En buig je knieën, plooi je knieën. Beetje wandeling. Wandelen. En stap bij stap. Stap naar je handen. En langzaam sta op. En sta voren op je mat met plaats achter jou. En til je linker voet van de vloer, maar niet te hoog. Trek je buikspieren binnen. Kijk op een punt op de vloer of op de muur. Focus je geest voor de balans. En rol je enkel, rol je voet. En dan stap je linkervoet achteren. Een groot stap, alle twee benen strekken. Adem in, til je armen boven je hoofd. Adem uit, plooi je rechterbeen, je voorbeen. Warrior One. Adem in, strek alle twee benen, strek omhoog naar het plafond. Adem uit, terug naar Warrior One. Plooi je rechterbeen. En je enkel is onder je knie. Je knie is niet over je enkel. Adem in, strek alle twee benen. En uit, Warrior One. Adem in, strek alle twee. En uit, stap terug naar voren. Schud je benen. En sta sterk op je mat. Met plaats achter jou. Kijk op een punt op de vloer of op de muur. En til je rechter voet. En cirkels maken met je voet, met je enkel. Focus je geest, focus je ogen. En dan stap je rechter voet achteren, een groot stap. Adem in, armen boven je hoofd. Adem uit, plooi je linkerknie. Adem in, strek alle twee benen, strek omhoog naar het plafond. En uit, plooi je linkerknie. Nog een keer, adem in, alle twee benen strekken. En uit, Warrior One. Adem in, strek je benen. En uit, stap
Terug naar voren en schud je benen. En ontspan hier. Trek je buikspieren binnen. Adem in, til je armen boven je hoofd. Adem uit, langzaam buig voorover, buig je knieën een beetje. Ontspan je hoofd en je nek. Zet je handen op je benen, op je scheenbeen. En adem in, kijk vooruit. En adem uit, ontspan. Nog een keer adem in, kijk vooruit. En nu blijf in de houding. Diep ademhalingen. En buig voorover, ontspan je hoofd en je nek. Buig je knieën een klein beetje. En nu stap naar handen en knieën. En naar kinderhouding. Rust je borst op je dijen, strek je armen voren en rust je voorhoofd op de mat. En nu breng je armen, je handen, achter je rug. Handen tegen elkaar, met je voorhoofd op je mat. En strek je armen op naar het plafond, zo ver als mogelijk of zo ver als comfortabel is. Niet forceren, zeker niet. Als dat voelt niet goed, blijf met je armen hier. Doe wat je wil. Oké, dus vind je houding, je positie. En adem in. Kom op, haal op je knieën. Heel je weg op en adem uit. En nu adem in, buig je onderrug. En adem uit, langzaam de hele weg terug naar kinderhouding. En again, nog een keer adem in, dat was Engels, sorry. Nog een keer, kom op. Adem uit hier. Adem in, buig je onderrug. En uit, de hele weg terug naar kinderhouding. Met je armen op naar het plafond. Adem in, kom op je knieën. Adem uit. Adem in, buig je onderrug. En uit, terug naar kinderhouding. En laat je armen los. Rust je armen bij je benen op je mat. Laat je schouders rusten. Laat je handen rusten. En als je klaar bent, strek je armen voren en haal op handen en knieën. En nu knieën een beetje achteren. Buig je ellebogen dicht bij je borst en haal op je buik liggen. We zijn in cobra houding met je handen dicht bij je borst, ellebogen zoals mijn, buig dicht bij je ribben. Niet uit hier, maar dicht bij je ribben. En nu, jouw rechterhand blijft in cobra. Strek je linkerarm uit naar links. En buig je rechterbeen. Rust je voorhoofd op je mat. En nu draai jezelf naar links. En zet je rechtervoet op de grond of in de lucht, dat is niet belangrijk. Laat eens een goede strek voor je linker schouder, voor je rug en ook voor je huid, je rechterhuid.
Blijf in de houding. En kom langzaam terug naar cobra. En nu rust je voorhoofd op je mat. En strek je armen voren. En kom terug naar cobra houding. Nu, je linkerhand blijft in cobra. Maar strek je rechterarm uit op de grond. Buig je linkerbeen. En nu draai jezelf naar rechts. En zet je linkervoet op de grond of in de lucht. Vergeet je ademhaling niet. Diepe, lange ademhalingen. En langzaam terug naar cobra. En nu zet je onderarmen onder je hoofd. En rust je voorhoofd op je armen. Open je benen een beetje wijder als je wil. Zie wat voelt meer comfortabel. Met je benen tegen elkaar of met je voeten zo wijd als je mat. En nu ga op je rug liggen. Knieën naar je borst, handen op je knieën en rol een beetje links en rechts. Nu vind een comfortabel houding voor shavasana, voor relaxatie. Met je benen plat op je mat of met je voeten wijd op je mat en je knieën tegen elkaar. Je mag kiezen, maar voel comfortabel. En zet je linkerhand over je hart, op je borst en je rechterhand op je buik. Sluit je ogen. Adem diep in. En lange uit door je mond. Nog twee keer. Adem in door je neus. En uit door je mond. In. En uit. Laat je ademhaling terug naar normaal. Niet te diep, niet te lang. Vind je normaal ritme. Ontspan je voeten. Laat je voeten buiten vallen. Ontspan je benen. Je heupen. Voel je onderrug op je mat. Ontspan je hele rug. Laat je schouders rusten. Ontspan je armen en je handen. En ontspan je nek en je hoofd. Je hoofd is zwaar op je mat. Ontspan je voorhoofd waar je spanning hebt. Ontspan rond je ogen. Bij het
voelden veel spanning in de voorhoofd en in de ogen. Ontspan je hele gezicht. Focus op je lichaam, wat je voelt na de les. Hoe je voelt na de les. Heb je meer energie of minder energie? Voel je ontspannend? En als je klaar bent, breng je knieën terug naar je borst. Handen op je knieën. En trek je knieën dichter naar je borst. En ga op je linker of rechterkant rollen. Of liggen. En langzaam ga rechtop zitten. In kleermakershouding of in een comfortabel houding. Met je ogen nog dicht. Handen tegen elkaar voor je hart. Adem in. Strek je armen boven je hoofd. Adem uit. Breng je handen terug voor je hart. En buig voorover. Namaste. Dank jullie wel. Tot de volgende keer. Salutjes.